Dit is Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week aandacht voor afsluiting van de kruising Stadhoudersweg naar de Schieweg, nachtelijke afsluiting van de N218 bij Brielle en nachtelijk onderhoud aan de Heinenoordtunnel en de A4 ter hoogte van de Keteltunnel. De kruising van de Stadhoudersweg met de Schieweg in Rotterdam-Noord is tot half december geheel afgesloten. Op de kruising wordt gewerkt aan de verbetering van de veiligheid en de doorrijdtijd voor fietsers. Het autoverkeer dat de stad verlaat heeft beide rijstroken op de Schieweg beschikbaar. Het verkeer vanaf de Schieweg dat naar de Stadhoudersweg wil, rijdt om via het Schietplein en de Bergse Laan. Het verkeer dat de stad ingaat heeft één rijstrook op de Schieweg beschikbaar. Vanaf de Stadhoudersweg kun je met de auto omrijden via de Bergse Laan en dan rechtsaf naar de Schieweg. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/stadhoudersweg. Bij Brielle wordt gewerkt aan de Groene Kruisweg. Hierdoor is de N218 in de avond en nacht in beide richtingen afgesloten, tussen de N57 en Brielle. Het verkeer naar Brielle en Oostvoorne kan in beide richtingen omrijden via de A15 en de N218 en de N57 en de N496. Op dit deel van de N218 duren de werkzaamheden tot half november. Deze week wordt 's nachts gewerkt op de A29. Hierdoor is de Heinenoordtunnel iedere avond en nacht in één richting afgesloten, vanaf Oud-Beierland richting Rotterdam. Het verkeer van en naar de Hoekse Waard rijdt om via de A16 en de N217. Van en naar Goeree-Overflakke, West-Brabant en Zeeland rij je om via de A17 en de A16. De afsluitingen zijn tussen 12 en 5 uur 's nachts. Voor de ochtendspits is de A29 weer volledig bereikbaar. In de avond en nacht van woensdag 8 op donderdag 9 november wordt gewerkt aan de Keteltunnel op de A4. Vanaf 9 uur 's avonds is de A4 in beide richtingen afgesloten, tussen het Ketelplein en Delft. Het verkeer van en naar Den Haag en Amsterdam rijdt om via de A20 en de A13. De afsluiting duurt tot 5 uur 's ochtends. Voor de ochtendspits is de A4 weer bereikbaar. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.